Maak kennis met het gezin van Neste uit West-Vlaanderen. Ze dromen al lang over een weekje in een vakantiepark in Limburg. Vermits ze geen eigen auto hebben, is het park best moeilijk bereikbaar. Maar de Van Nestes hebben alles zorgvuldig gepland en kunnen toch vertrekken. Ze nemen de trein naar Limburg. Als alles goed gaat, hebben ze tegen de middag een aansluiting met de bus. Alleen loopt niet alles zoals gepland. Onze trein heeft vertraging. Check in het station zekere aansluitingen met de bus. Dat is pech. De volgende bus komt pas over 2 uur. De Van Nestes kunnen hun tocht verder zetten. Nu moet ze enkel nog de overstap naar een andere bus halen. Maar het zit niet mee. En ze missen net de aansluiting met de bus naar het Natuurgemeen. Dat wordt weer een uurtje wachten. In de late namiddag arriveren ze aan de rand van het Natuurgemeen. Een elektrisch pendelbusje zou hen daar moeten oppikken. Maar ook hier hebben de Van Nestes weer pech. Nu volgt nog een lange tocht te voet. En tegen de avond komen ze eindelijk aan bij een vakantiehuis. Gelukkig is er nu vakantie op wieltjes. Voor vakantie op wieltjes slaan Iedereen Verdient Vakantie en Impact de handen in elkaar. Een vrijwilliger zorgt voor het vervoer tussen het station en het vakantieverblijf. Zo kan je ook zonder auto zorgeloos op vakantie en geraak je zonder stress op je bestemming.